Onderwijsminister Henry Ory gaat gepaste maatregelen treffen tegen de leerkrachten die momenteel in actie zijn. De bewindsman is een paar zaken aan het voorbereiden om stappen te nemen tegen de groep die het onderwijsproces stagneert. Ik heb geen update. Men communiceert niet. Wij betreuren natuurlijk het gedrag van verantwoordelijke mensen. We gaan onze gepaste maatregelen nu nemen. We kunnen niet meer toestaan dat onze leerlingen zo behandeld worden. En we krijgen veel klachten nu van ouders. Dus ik ben een aantal dingen aan het voorbereiden. Ja. Inhoudelijk wilde Ory niet ingaan op de te treffen maatregelen, maar deelde wel mee dat het om juridische stappen gaat. Er worden wat strategieën uitgewerkt, zegt Ory. Ik vind ze onterecht. Het heeft niks te maken met een conflict. Ik kan het begrijpen, maar energietarief is een hele kapitel, maar je gaat niet compleet het onderwijs in de war steken. Het is een onzorgvuldig gedrag. Je kan toezeggen dat je een dag een beetje moppert en een zeurdag van maakt. Maar dat gedrag wat we nu zien systematisch is gewoon de achterstanden alleen maar vergroten. We gaan een heel moeilijk schooljaar tegemoet. Als ik kijk naar de resultaten wat ik dus gerapporteerd krijg van LBO en de MULO-school en lagere school, is gewoon zorgelijk. En al deze dagen die we weer verliezen, is verlies voor de leerlingen. En dat betekent dat het niet bijdraagt tot een mooi schoolresultaat aan het einde van het schooljaar. Dus ik maak me best wel zorgen met mijn hele staf. De minister stelt dat de scholen verantwoordelijk gesteld zullen worden voor de 2 weken achterstand.